Het thuisbezorgen van producten groeit en vraagt om maatwerkoplossingen voor het transport. Ik vind het leuk om bij de klanten te zijn. We komen veel bij jonge gezinnen of bij ouderen die slechte been zijn. Dus dat geeft een goed gevoel om daar een boodschap voor te kunnen afgeven. Het laatste nieuws van de IAA in Hannover zie je deze week. Van fietsen tot bussen, maar ook toekomstvisies. En we keren terug naar Nijkerk voor de Dag van Veilig Transport, georganiseerd door TVM Verzekeringen. Die monocampagne, dat wordt net zoiets als Bob. Daar gaan we heel lang mee door, tot iedereen gewoon weet. Dat moet je gewoon niet doen, want het gaat niet samen. En hoe een fruitteler annex sapproducent inzet op de maximale benutting van het eigen transportmaterieel. Dit en meer deze week in RTL Transportwereld. RTL Transportwereld wordt mede mogelijk gemaakt door kruisinga.nl.